Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een lage drukgebied boven de Golf van Biscayen heeft flink wat wolken om zich heen. Die wolken die schampen de zuidwesten van Nederland. Dat zijn over het algemeen wat sluierwolken, maar blijven verder flink ver vandaan van ons verwijderd. In de Golf van Biscayen staat erbij ook nog eens veel wind. En dat lage drukgebied trekt geleidelijk aan verder naar het zuiden, verder Spanje in. En gaat de komende dagen vooral in Portugal en Spanje voor veel regen en wolken zorgen. Als ik alles in beweging zet, dan is te zien dat bewolking wel geleidelijk aan onze kant op komt, maar dat het eigenlijk allemaal wel meevalt. De zon komt er goed doorheen. Wel ontstaan er lokaal wat stapelwolkjes, maar het blijft wel gewoon overal droog. Als ik de modelanimatie voor de komende dagen in beweging zet, dan is te zien dat het lage drukgebied in het zuidwesten van Europa toch flink voor flink wat neerslag zorgt. Dat lage drukgebied trekt weg, hoge drukgebied krijgt bij ons steeds meer invloed. En dat betekent dat bij ons vooral morgen de zon gaat schijnen. In het weekend zijn er wel wat meer wolkenvelden aanwezig, met name de zondag. Dan is ook de temperatuur tijdelijk eventjes wat lager als het hoge drukgebied in kracht afneemt. Maar volgende week dan ziet het er voor ons weer heel erg hoopvol uit. Vanavond brede opklaringen, met name de noorden van het land. In het zuiden zijn wat meer wolkenvelden aanwezig. Temperaturen tussen 6 en lokaal 11 graden, de hoogste waarde onder de bewolking. Komende nacht weer diezelfde verdeling, de laagste waarde in het noordoosten van het land, zo'n 1 graad. Lokaal kan het misschien kortstondig vriezen, aan de grond gaat het zeker een graad of 1 à 2 vriezen. In het zuiden van het land zijn meer wolken en daar blijft de minimumtemperatuur beperkt tot zo'n 3 of 4 graden. De noordoostenwind die blijft wel doorstaan en is matig, misschien op de Wadden en rond het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. Morgen toch nog zonnige, zonnige perioden. Vooral in het westen en zuidwesten van het land. toch nog enkele wolkenvelden. Voornamelijk stapelwolken. die misschien in de loop van de middag een beetje uitsmeren. De temperaturen zijn daarbij verder gewoon prima. Iets boven de normaal voor de tijd van het jaar. met 12 tot 15 graden. lokaal misschien 16 in Limburg. De noordoostenwind. later meer draaien naar oosten. die is nog matig van kracht. windkracht 4. boven de Wadden en het IJsselmeer. soms eventjes vrij krachtig. windkracht 5. en daardoor is het voor het gevoel soms toch nog best wel erg fris. De komende dagen, dus zaterdag en zondag, wat meer wolkenvelden, met name op de zondag. Daardoor ook wat lagere temperaturen, 10 tot 13 graden. Maar kijk eens vanaf maandag op veel plaatsen al 15 graden, op de warmste plaatsen 16 of lokaal misschien 17 graden. De wind begint dan al wat naar het oosten te draaien, om vervolgens in de loop van de week naar, verder naar het zuiden tot zuidoosten te draaien. En daarmee komt dan nog zachtere lucht onze kant op. Want kijk eens naar de temperaturen, bijvoorbeeld vanaf dinsdag, woensdag en misschien de donderdag. Misschien dat lokaal wel de eerste 20 graden van het jaar gehaald wordt. Op een top voorjaarsweer dus. De nachten die blijven koud, het blijft s'nachts helder. We zitten nog steeds in dezelfde luchtsoort. En dat betekent dat het lokaal misschien kan gaan vriezen, of in elk geval vorst aan de grond. Dus de gevorstgevoelige plantjes die moeten toch nog eventjes beschermd worden. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.